Ja goed, we zijn al open vanaf vandaag. Maar aanstaande zaterdag, de 17e, hebben we een wat wij noemen Brams Experience Day. Breda Nu. Je weet het meteen. Nieuw geopend in Breda, Brams Gourmet Frits. Op het macro parkeerterrein kun je er niet omheen. Een prachtige zwarte container waarvanuit de lekkerste friet wordt geserveerd. En om het nog mooier te maken kun je op zaterdag 17 november een gratis bakje friet komen proeven. Hoe zijn we ontstaan? We zijn ontstaan uit Bram Ledage. Bram Ledage bestaat dit jaar 52 jaar. Op de markt begonnen in Rotterdam. Handgesneden verse patat. In 1988 zijn we de eerste winkel begonnen in Gouda. Nou, dat wilde eerst ons niet zo erg goed lopen. Maar goed, gaandeweg hebben we op een gegeven moment een actie gedaan dat we 2 dagen lang gratis patat weggaven. Nou, toen waren we wel bekend, zeg maar. En vanaf daar is het weer doorgegaan in Rotterdam. Winkels geopend. Ja, en zo zijn we jaar na jaar uitgebreid. We zaten een beetje vast in het Bram Ledage met de aardappel geschild. En in dit concept hebben we de aardappel gewassen. En dan een groot voordeel daarvan is dat we makkelijker grotere afstanden kunnen overbruggen qua logistiek. We kunnen dit makkelijker bewaren. Iedere dag vers. En een geschild aardappel moet iedere dag vers worden geleverd. En dit kunnen we 1 keer in de week leveren. En gaat dan een hele week mee. Ja, Brams hebben we in 2016 ontwikkeld eigenlijk. Met dat verschil dat we zeggen, goed, we hebben een aardappel die we niet schillen, maar in schil gewassen snijden zelf. Met de hand wordt hij nog steeds gesneden. En we hebben eigenlijk, nou weet je wat, laten we ons onderscheiden met dat we geen snacks, kroketten, frikandellen doen. Maar eigenlijk het oer-Hollandse oma stoofvlees. We hebben mooie smaken gemaakt met beef, met kip, een mooie pulled pork. En dat hebben we eigenlijk samen gedaan met een stadsgenoot van ons, Herman de Blijker. Ja, die kennen we goed. Dan heb ik gezegd van Herman, dit is mijn idee. Ik wil wat doen met lekkere stoofvleessoorten. Kun jij wat voor mij creëren? Dus die heeft een aantal smaken samengesteld. Daarnaast hebben we een samenwerking met de Macro. We hebben al een vestiging van Brams bij de Macro in Delft. En zo kwamen we ook in contact met de Macro hier in Breda. Misschien dat we zelfs nog uitbreiden dadelijk in Breda. Er zit nog wat in de pen, maar daar mag ik nog niet wel over zeggen. Dus wij hebben er geloof in dat op zo'n plek waar toch relatief veel mensen komen, mensen die van de Macro zijn, mensen die hier werken op de bedrijfsterreinen. Nou, de benzinepomp is een behoorlijke doelgroep, maar ook de wijk die erachter ligt. Het afhalen, even langs aankomen, even gezellig zitten, dus je boodschapje. Nou goed, we hebben nu ook de oliebollenkraam naast ons staan. Dadelijk staat er een kerstmarkt voor de deur. Dus ja, dat maakt gewoon dat deze plek ook geschikt is voor dit concept. En gaat er nog een openingsactie plaatsvinden of iets dergelijks? Ja goed, we zijn al open vanaf vandaag. Maar aanstaande zaterdag, de 17e, hebben we een wat wij noemen Brams Experience Day. Nou, waar we hier dan staan met een green egg. Er wordt vers pulled pork gemaakt, zeg maar, op de green egg. En we vragen iedereen last te komen om gratis te proeven de stoofjes die we hebben. Dus we kunnen hier kleine sampletjes met alle smaken die we hebben, kunnen mensen gratis komen proeven, kennis maken en we leggen uit over het hele concept. Ja, voor mij komt vanmorgen Sinterklaas nog het land in. Nou ja, dan moeten we natuurlijk die man even de ruimte geven. Maar daarna dan is iedereen welkom van 1 tot 5. Breda Nu. Je weet het meteen.